Goedemiddag, ik ben Paul van Haarlen. Ik woon in Mierlo, ben geboren in Sint-Oedrode in 1954 en ik ben beeldend kunstenaar. Dit filmpje wordt gemaakt in opdracht van de vrienden van het gemeentemuseum van Helmond. De reiscommissie heeft mij bezocht en heeft hier wat dingen aangetroffen die ze interessant vonden. En die hebben eigenlijk besloten tot het maken van dit filmpje. Mijn passie voor de natuur is mijn grootste inspiratiebron voor de kunst, maar ook voor vindingen en voor experimenten. Mijn passie is eigenlijk begonnen met de liefde voor dieren. En naarmate je dus als klein kind steeds verder het huis uitgaat en de wereld ingaat, kom je in de natuur. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik 7 jaar was en buiten zat te kijken, want het was een regenachtige dag. Ik vond het een beetje somber en toen zei ik tegen mijn vader: pap, waarom zetten we geen palmbomen in de tuin? Ja, die begon vreselijk te lachen natuurlijk. Hij zegt: jongen, die kunnen hier niet groeien. Want het is hier... En cactussen groeien toch ook niet in Nederland? En yucca's en al die andere planten. Maar je ziet het bewijst, ik bewijs hier het tegendeel. Het kan hier allemaal groeien, mits het zijn omgeving krijgt die het van nature heeft. En zijn voorwaarden krijgt. Bij cactus is dat drainage. Die drainage heb ik opgelost door taluds te bouwen, waarin veel puin, maaszand, gruis, keien zit, waardoor het door de hoogte snel afwatert als het heel veel regent en bij minder regen het water zeer snel wegzakt. Linksboven zie je een yucca, Chloriosa variegata, en wel de met de lichtgroene strepen. Er is ook eentje met gele strepen, die zien we straks nog. En daaronder zien we de sterkste cactus, de sterkste Opuntia polyacantha, wat veel doorns betekent als bescherming tegen vraat van dieren. En die komt helemaal tot in het noorden van Amerika voor, tot in Canada. De Opuntia's die zijn verspreid, dus van Canada in het noorden, tot helemaal in het zuidelijkste puntje, tot bijna Vuurland toe. Enorm aanpassingsvermogen hebben die planten. In gebieden waar het niet nodig is om je te beschermen tegen vraat, komen juist de cactussen voor zonder doornen. Want iedereen denkt dat cactussen doornen moeten hebben. En die zie je hier, de lichtgroene zonder doornen. En daar zitten ook een paar vijgen op, want een Opuntia is de vijgcactus. Hier zien we de geel gestreepte Yucca chloriosa variegata. Die komen uit Arizona. Je ziet dat ze een stam vormen. En als ze gebloeid hebben, er is er eentje in bloei aan het komen, dan sterft de moederplant bovenin af, maar gaat zijscheuten nieuwe vertakkingen maken. Hieronder zien we diverse soorten Opuntia's. En je ziet dat het geen duidelijk gescheiden rassen zijn, zoals de botanici eigenlijk altijd hun rassen in willen delen. Dat gaat bij de Opuntia niet op, want die lopen traploos over van het ene ras in het andere. Hier zien we met een beetje stekels, dat is de Humifusa, maar ik heb ook daar een Humifusa zonder stekels. De blauwere, die je iets meer naar rechts ziet, komen uit zuidelijke streken waar veel meer ultraviolet licht voorkomt, zodat ze zich tegen dat licht kunnen beschermen. Hoe blauwer, hoe meer bescherming. En hoe groener, hoe meer licht dat ze nodig hebben. Ja, ik heb een hele verzameling echt extreme planten. Waarvan niemand denkt dat die hier in Nederland kunnen groeien. Maar ze kunnen er allemaal groeien. Van palmen, winterhard, tot bamboes, cactussen, yucca's. En die gebruik ik om te bestuderen, om mee te experimenteren. Want de natuur die vertelt ons ontzettend veel. Het is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de mens. De natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor ons mensen. Er zit van miljoenen jaren ervaringen in opgeslagen. Door selectie tot stand gekomen. Waarvan wij ontzettend veel kunnen gebruiken. En ook heel veel kunsten en uitvindingen zijn eruit voortgekomen. Dit is de originele wilde citroen. Afkomstig uit Turkije, waaruit de veredelde, die we in de keuken meestal gebruiken, is door selectie door mensen is voortgekomen. We moeten altijd terug naar de oorsprong, want daar zitten de meeste lessen en ervaringen in de natuur. En ik zoek dus ook altijd in mijn kunst naar de meest elementaire, het meest primitieve. Op die oorsprong zit de meeste informatie in. Nou, hier zien we de grotere soorten Opuntia's,
die beschut zijn hierdoor de muur tegen de noordoostenwind. Ze hebben een enorm aanpassingsvermogen en dat boeit me ontzettend. Mijn kunst gaat juist over het scheppen, het vernieuwen. En dat doe ik zowel emotioneel, want uit emoties komen in de eerste plaats scheppingen vooruit. En uit die emotionele scheppingen kunnen later ook rationele scheppingen komen, zoals deze kasten. Ja. Deze kasten zijn ontstaan omdat ik me ergerde aan rommelige stapels, tijdschriften en kranten die in geen enkele kast kunnen staan. Ik heb daar mijn hersenen mee aan de gang gezet, want die ergernis moet vernieuwing opleveren. En ben gekomen tot deze kasten die ik gewoon allemaal gedroomd heb. Ik heb wel moeten experimenteren met de schuinte van hoe schuin moet iets zijn of hoe recht. En in deze kast kan alles weer op zijn originele plaats teruggezet worden, omdat niet alles naar links schuift. Ik zal dat demonstreren. Als ik een boek tussenuit pak, dan blijft de ruimte zichtbaar en ik kan alles op de originele plaats terugzetten. Die kast is een boeiend spel geworden tussen schuin en recht. Anders wil niemand schuine meubels in zijn kamer accepteren. Maar omdat ze op een gegeven moment gaan twijfelen of het nog wel recht staat, heb ik als designgrapje er een waterpasje ingebouwd. En u ziet dat de kast recht staat. Dit is mijn atelier, waar ik met mooi noorderlicht heldere, frisse kleuren kan schilderen. Vraag bij kunst nooit wat stelt het voor, want dan heb je de sleutel, de toegang niet tot de kunst. Vraag je altijd af en ga zoeken, hoe is iemand daartoe gekomen? Wat zijn zijn motieven? Wat drijft het naartoe? Wat is zijn passie? En dan gaat de schatkist open en dan kom je in de kunstwereld. Ik heb een klein beetje voorraad thuis staan aan kunst. Het is allemaal ingepakt in moltons. En het meest is natuurlijk buitenshuis op exposities en bij mensen thuis. Er zijn nog een paar voorbeelden van rechte schuine kasten, waarbij deze torenkast dominant recht is en toch de schuine functie heeft. U ziet dan de meest verontwikkelde, waar alle media in kunnen. Het zijn dus allemaal multimedia kasten, maar hier kunnen ook faxrolletjes in of zelfs een medium als een lekker flesje wijn. Daaronder nog een versie die trouwens ook gedraaid kan worden en dan krijgt hij een andere betekenis. Dit is weer zo'n schilderij wat gebaseerd is op oerinstincten. En dan krijg je dus chaotische schilderijen in de ogen van de meeste mensen. Vol schilderdruk, maar vol emotie, vol compassie. En dat gebruik ik als yin en yang, want daarna maak ik tegenwoordig schilderijen die juist meer op een Japanse manier gelezen zijn. En de kunst van het weglaten is toegepast. Dan gaat het juist om de elementaire dingen, om het vernieuwende. Hier zie je hoe ik met de kunst van het weglaten juist datgene waar het om gaat nog sterker naar voren laat komen. En andere dingen juist met opzet weglaat. En dan komen we uit op cultuur, op een moderne, vernieuwende manier van omgaan. Dit is er ook eentje, gebaseerd op oergevoelens, oerinstincten. En daar zit ook de kleur blauw in, die we kennen uit het water, de oorsprong van het leven. Ook een tikkeltje groen. En we kennen het blauw natuurlijk ook uit de hemel. Ik ben ook een tijd bezig geweest met Indiaanse gevoelens. Daar zijn deze totempalen uit voortgekomen. Die laten zien dat die emoties de oorsprong uit de natuur hebben. Ze zijn artistiek, cultureel tot een bepaald punt gekomen op het modernste materiaal wat er nu is, PVC-buizen. Als de Indianen dat gekend hadden, hadden ze het beslist gebruikt. En je ziet wat de ruimtelijke werking daarvan is en de verwijzing naar boven. Hier een voorbeeld van een tweeluik gebaseerd op Japanse gevoelens, de kunst van het weglaten. Ik denk dat Mondriaan en Van Gogh daar ook inspiratie uit geput hebben. En dan ben ik de tekst kwijt.